Dag allemaal en welkom bij de persconferentie van de hoofdklasse herenhockeywedstrijd tussen Den Bosch en SCAC. De uitslag was 3-0 naar een 2-0 ruststand. De doelpunten zijn gemaakt door Nout Schoenaker, dat was de 1-0. Olsen Smit scoorde de 2-0 en na rust in het laatste kwart scoorde hij de 3-0. De tweede en derde goal van Olsen Smit waren beide uit de strafcorner. De strafcornerverhouding was in het voordeel van SCAC 3 tegen 2. Laat ik even beginnen met het verhaal van de uitcoach, Michiel van der Struik. Wat voor wedstrijd heb je gezien vandaag? Ik heb een wedstrijd gezien waarin wij de eerste helft, vond ik, te timide speelden. We lieten ons eigenlijk een beetje overklassen en daardoor kregen we veel kansen tegen, leverden zelf ook veel bal in. Daardoor werd Den Bosch terecht gevaarlijk bij ons in de cirkel. En aanvallend hebben wij eigenlijk de eerste helft te weinig kunnen brengen. Een paar keer in de cirkel geweest, maar niet echt dreigend. Tweede helft zag ik een Stichtse die in ieder geval veel energie geleverd heeft en beduidend beter in het spel zat. Ook meer druk kon leveren op de goal van Den Bosch. Vervolgens ook nog drie corners gehaald in die tweede helft, waarvan trouwens de laatste ook wel al aan het einde van de wedstrijd. Maar geen rendement kunnen halen voorin. En dan, ik denk dat 5 minuten voor tijd werd het 3-0, denk ik, zoiets. Ja, toen het was klaar. Ja. Oké. Erik? Wat is jouw visie op wat je vandaag gezien hebt? Ik ben uiteraard heel erg blij met de 3 punten. Thuis tegen Stichtse in een dubbel weekend, dat is altijd fijn om daarmee te beginnen. Want het is een heel belangrijk weekend voor ons. Tevreden uiteraard over de effectiviteit voorin, want zo heel veel zijn we nou ook weer niet bij SCC in de cirkel gekomen. En we moesten even wennen aan met 2-0 voorstaan en hoe dan te hockeyen, want dat hebben we dit seizoen nog niet zo heel veel gehad. En daar hadden we met name in de derde kwart, vond ik, erg veel last van. Van ja, wat doen we nu? Spelen we half kort of gaan we toch druk geven naar voren? En dat vind ik dan, hebben we dan in het vierde kwart wat beter gedaan. Toen kwamen we ook een klein beetje los, gingen wat sneller op elkaar pasen. Eigenlijk tot en met het derde kwart zat het wel in balbezit, vond ik in ieder geval redelijk vast. Oké. En jij geeft terecht al aan, een mooie start van een dubbel weekend. Is zo'n dubbel weekend lastig? En hoe ga je daar anders mee om in de week? Het is altijd lastig, omdat je moet altijd even kijken op vrijdagavond, wat is de schade? En er zijn natuurlijk toch een aantal jongens tegen harde ballen aangelopen en er zijn wat kleine blessures. Julien heeft ook te horen gekregen dat hij in ieder geval de eerste helft van het seizoen niet meer mag spelen. Dus dat is al met eentje minder rekening houden. Dus het is altijd hopen dat we voor zondag weer 17 man op de been hebben. Zondag tegen Pinoquet, de nummer 8 op de ranglijst. Den Bosch staat zelf 7e. Is het ook echt een gevecht in het middenveld, in de middenkant van de competitie? Ja, ik denk dat als we daar een punt of 3 punten kunnen halen, dan gaan we echt, dan maken we een mooie sprong. En dan zijn we echt een beetje weg van de onderste ploegen. Daar moeten we eerst even weg zien te komen voordat we een beetje naar boven mogen kijken. Helder verhaal. Michiel speelt aanstaande zondag een thuiswedstrijd, dat is denk ik altijd lekker, tegen Rotterdam. Toch een topploeg, finalist van vorig jaar. Hoe kijk je er tegenaan? Nou, dat is volgens mij natuurlijk een zware tegenstander. Zeker gezien hun ervaring in de hoofdklasse. Ik hoop in ieder geval, dat heb ik net vanavond gezegd, dat wij echt de energie die wij in de tweede helft wel geleverd hebben, dat we die gewoon rechtstreeks meenemen naar Rotterdam. Want die heb ik in de eerste helft gemist. Dus dat is een hele belangrijke voor ons, denk ik. En dan zullen we kijken hoe ver we gaan komen daar in die wedstrijd. Ja, laat ik jullie daar allebei heel veel succes mee wensen met de voorbereiding morgen. En ik hoop allebei op een heel goed resultaat voor zondag. En jullie dank voor het kijken en tot een volgende keer.